Welkom bij het kanaal van de Game Contenters. Vandaag gaan we een potje FIFA 22 spelen. Ik nodig je uit om tot het einde te bekijken hoe wij een potje FIFA 22 spelen. Wellicht kun je er iets uit halen voor je eigen gameplay of voor op het veld. Ik zou vandaag kiezen voor een klassieke wedstrijd. Ik zou vandaag starten met PEC Zwolle tegen Fortuna Sittard. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, vergeet je niet te abonneren en vergeet het belletje niet. Hallo beste kijkers, hartelijk welkom voor hopelijk weer een spannend potje voetbal. Mijn naam is Siert de Vos en aan mijn zijde, zoals gebruikelijk, collega Jeroen Gruter. Het is tijd voor een ouderwetse pot Eredivisie voetbal. Dit is PEC Zwolle dat speelt tegen Fortuna Sittard. Deze wedstrijd belooft veel, hoor, zie je het. Dit zijn twee teams die het in zich hebben. Ze hebben de bal terug en nu tempo maken. Daar is dan toch het gevaar. En dan komt de keeper in actie. Goed gereageerd op die kopbal. Voorzet in het strafschopgebied. Op tijd geanticipeerd om het gevaar te neutraliseren. Die steekbal is gevaarlijk. Die bal wordt weggestopt door de doelman. En die bal wordt weggewerkt. Gevaar geweken. Dat had de openingsgoal kunnen zijn, maar geweldig gedaan door de doelman. Die de inzet keert. Is alweer Reva aan de bal. De inworp is voor Fortuna. Gaat er voorbij. De tackle op eigen helft loopt goed af. PEC Zwolle vindt de ruimte langs de rand van het veld. Een kans om te scoren. Een goede schotkans. Maar de verdediging kan de bal wegwerken. De verdediger wordt het bos ingestuurd. Ja, figuurlijk dan. Hè? Want ja, het was voor iedereen duidelijk dat ze goed uit de startblokken kwamen. Maar zo snel had ik het doelpunt ook weer niet verwacht. Ja, zie je, deze moeten we nog maar eens een keer gaan bekijken, hoor. Ja, de verdediging had daar totaal niet op gerekend. Hij was er opeens vandoor en de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie, heel mooi. En dat bekroont hij dan met een doelpunt. Het eerste doelpunt is gemaakt. De stand is 1-0. Daar kan hij worden geholpen door een medespeler. Sterke actie van de doelman. Hij is dan vast. Keeper, bal weg daar. Oh, gevaarlijk wat die keeper hier doet. Koekoek, doelpunt met een stiftje. Stijlvol. Ja, dit doelpunt krijgen ze gewoon in de schoot geworpen. Ook de herhaling maakt het niet mooier dan dat het was. Hè? De keeper geeft die bal zo weg. En dat wordt vakkundig afgestraft. Ja, natuurlijk. Zo'n kans laat je niet liggen. Beide teams hebben nu gescoord. 1-1. Nummer 9, Sebastian Polter. Een sluwe steekpaas. Nee, jammer. Deze aanval loopt stuk. Maak het dan voor de voorsprong. En nu staan ze voor. Doelpunt. Jongens, jongens, jongens. Wat een geklunt, zeg. Nou, je gaat toch niet op deze positie de bal kwijtraken? Je moet beter opletten. Bij de les blijven. Dit leidt uiteraard tot een tegengoal. Stilte bij de aanhangers van Fortuna, nu ze op achterstand staan. En nu snel schakelen voor de counter. En er gaat er weer één in. Och, wat een luxe.
een voorsprong van 2 doelpunten. Dat is toch lekker voetballen? Ja, en nu is toch wel het moment gekomen voor de tegenstander om er ook eens iets tegenover te stellen. Het begint natuurlijk allemaal met een efficiënte actie. Niets op af te dingen. Wat een mooie actie, zeg, van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. En we hebben nu een stand van 3-1. Ze spelen de bal geconcentreerd over en wachten geduldig op een opening in de verdediging. Komt hij er? Aanval van Fortuna Sittard. Heel knap. Binnen de lijnen gehouden en nu is er ruimte. De bal afgezet. De thuisploeg heeft het meeste balbezit. Die middenvelders lijken haast ongenaakbaar vandaag. Als dit geen monsteroverwinning wordt, nou, dan weet ik het ook niet meer. De speler wordt geholpen. Söntjens. En met die actie weet hij de bal af te pakken. Hij gaat verder. Voorzet in het strafschopgebied. Nee, dit strand hier. Ze zullen het opnieuw moeten proberen. Hij wordt daar onder druk gezet. Goed druk gezet, hoor. Oh, wat een kans! Daar komt hij en daar heeft hij hem. Bal voor zijn voeten weggepakt. Gewoon goed eruit gekomen. Heel resoluut. Die bal mag erin. Raakt de doelman en daarna de paal. Doelpunt nummer 3 van hem. En dan noemen we dat een hat-trick. Je hebt van die spelers die als het ware lijken te weten waar de bal terecht gaat komen. Dat is hier zo'n voorbeeld van. Eerst gaat de bal richting de verre hoek en dan komt hij terug het veld in en ja, dan zit hij er gewoon heel goed bij. De wedstrijd is al in de eerste helft beslist, lijkt me. Kijk eens naar die voorsprong. Söntjens. Dat kun je aan hem overlaten. Die speler weet hoe je de bal af moet pakken. Rico Strieder. Ze spelen de bal rustig rond op eigen helft, wat gezien de stand begrijpelijk is. Maakt een mooie onderschepping bij die paas. Veel tijd krijgt hij niet. Een minuutje extra speeltijd. Hij heeft de bal en kan nu snel de aanval zoeken. Nog steeds in een gevaarlijke positie. En dan gaan we nu even rusten. Hierbij gaan we de rust in met de stand van 4-1. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, vergeet je niet te abonneren. Laat ook een like achter voor deze video of voor een van onze andere video's. En vergeet het ook niet te delen met je vrienden, familie en geliefden. We gaan gauw door naar de tweede helft. Ik zou zeggen, kijk gerust mee. Tot het einde. PEC Zwolle begint de tweede helft met een voorsprong. Overgehouden aan het eerste bedrijf. Steekt die bal maar door. En hij is ontsnapt. Dat zijn toch kansen, mensen? Ja, 1-1 met de keeper. Wat wil je nou nog meer? Box. Hij weet de paas te onderscheppen. Goed opgelet.
is alweer even aan de bal. Oh, een kans om te schieten. Hij kopt hem over. Nou ja, en dat scheelt helemaal niet veel. Nee, zeker niet. Met iets meer geluk gaat die bal onder in plaats van over de lat. Er gaat vers bloed ingebracht worden. In de plaats komt nummer 6, Leroy Duarte. Kans om te scoren. En PEC scoort. Het niveauverschil wordt steeds meer uitgedrukt in de score. Ja, van spanning in deze wedstrijd is nu echt geen enkele sprake meer. We gaan weer aftrappen. Het is wel een heel eenzijdige wedstrijd. De inworp is voor Fortuna. Duarte. Kant van dichtbij. Oh, hij moet zich helemaal uitrekken om die redding te maken. De bal komt voor het doel. Er zit iemand tussen. Nog steeds aan de bal. Hij houdt het schot tegen. Hij zorgt dat die paas niet aankomt. Hij verslaat zijn tegenstander. Ruimte op de vleugel om de bal voor te zetten. Daar voorkomt hij narigheid. De tackle op eigen helft loopt goed af. Mogelijkheden voor een counter. Deze uitbraak loopt dood. Ze hebben de bal verspeeld. Die bal is een makkie voor de keeper. Hij anticipeert goed en onderschept die paas. Komt er het doelpunt aan? Koek, koek. Wat een heerlijk doelpunt. Mag ik het nog een keer zeggen? Koek, koek. En dat lage schot vliegt erin. Zo dan. Mooi toch? Doelpunt. Nou, de wijze waarop dit doelpunt tot stand komt vind ik echt onthutsend. En dat is vooral de schuld natuurlijk voor die speler die de bal kwijtraakt. Zoiets wordt meteen afgestraft. En met deze aftrap is de stand 6-1. Nog 20 minuten reguliere speeltijd resterend. Hij is aan de bal gezet. Steekbal achter de defensie. Dat moet toch lukken, deze bal. Binnenkant voet, prachtig in het doel. Nou, dit is natuurlijk een makkie. Deze had oma nog wel gemaakt. Maar ja, het is natuurlijk ook een kwaliteit, hè? Om altijd maar op de goede plek te staan. En om dan koelbloedig te blijven. En zo'n kans te benutten. Er is sprake van een duidelijk krasverschil in deze wedstrijd. Er zijn nog 15 minuten te gaan in de reguliere speeltijd. Nog steeds met de bal aan de voet. Listige steekbal. Nee, nu is het buitenspel. Die speler komt gewoon te snel in actie. Het is hartstikke moeilijk met zo'n verdediging die ook niet altijd staat te slapen. Ja, niks mis met de steekpaas. Alleen ging de beoogde ontvanger te vroeg weg. Söntjens. Bijgestaan door zijn teamgenoot. Ruimte voor de counter. En hij kan doorstomen.
Ja, dat is een mooie, een verre ingreep die de angel uit de aanval haalt. Duarte. Na die tackle heeft hij de bal niet meer. Ja, de verdedigers zetten hem duidelijk te slim af. Het is buitenspel. In de herhaling is het duidelijk te zien. Dit was buitenspel. Seuntjens. En de bal weer teruggepaast. Aanval via de zijkant. En dan de voorzet. Van de bal afgezet. Nu snel eruit komen. Er komt 3 minuten extra speeltijd bij. Ze hebben zich ingegraven op eigen helft. En wachten op een opening. Goed de bal afgepakt. De speler staat in buitenspelpositie, zegt de scheidsrechter. Het is afgelopen. De scheidsrechter fluit. Hierbij winnen we de wedstrijd met 7-1. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, vergeet je niet te abonneren. Laat ook een like achter voor deze video. En mocht je nog geen like hebben achtergelaten voor een van onze andere video's, laat dan ook een like achter. En voor nu bedank ik je voor het kijken en tot de volgende gameplay.